Breda Nu. Je weet het meteen. We zijn vanavond te gast bij het Magic Festival hier in het Chassé Theater in Breda. This is where the magic happens. Dat de wereld vele helden kent en veel talenten kent en ongelooflijk veel verschillende performers, kent het grote publiek eigenlijk die diversiteit van dit mooie vak niet. En wij hopen dat we daar na deze week iets aan kunnen bijdragen. Daarom vind ik het zo graag dat u ons allemaal support en vanavond bij de eerste editie aanwezig bent. Dus allereerst een applaus voor uzelf. Kom, daar gaan we. John, je staat er nog, toch? Hoe is het nou om eens een keer niet op de grote internationale podia te staan en gewoon hier in je eigen land? Ik vind het te gek. Ik vind dat dit moet gewoon veel vaker voorkomen. Want het is, we hebben zoveel toptalenten hier in Nederland zitten. En nu gaan ze allemaal naar het buitenland. Terwijl moeten ze hier kunnen te gekke shows neerzetten. En het is fantastisch om hier te zijn en iedereen kan het zien. En ik ben heel blij dat het hier allemaal gebeurt nu. Ja. Ja, ik voor mezelf ook. En ik noem dat filosofisch illusionisme. Dus wat ik probeer te doen is mijn experimenten te koppelen aan thema's waar we elke dag mee bezig zijn. En ik probeer daarbij een beetje in het hoofd van mijn publiek te kruipen. Dus dat is wat ik probeer zo goed mogelijk te doen. Maar als ik zelf als liefhebber kijk, ja, dan vind ik het fascinerend als iemand de bühne opkomt. Met geen kasten, geen kisten. Alleen de performer zelf. En ongelofelijke dingen doet. En dat noemen we manipulatie. Dus ja, zijn vingers eigenlijk laat spreken. En daar hebben we een aantal hele goede voorbeelden vanavond van gezien. Dus dat vind ik mooi om naar te kijken. Wat is voor u de reden geweest om vanavond naar de Dutch Magic Awards te komen? Ik was gewoon heel benieuwd eigenlijk. Magic, ja, het is altijd leuk geweest. Ik ben opgegroeid met Hans Kazan voor de televisie. Dus dan denk ik van ja, wat houdt het verder in? En heeft u al een beetje een idee op wie u uw stem uit gaat brengen vanavond? Ja, ik denk het wel. Kunt u al een klein tikje van de sluier oplichten? Het was verwonderend. Breda Nu. Je weet het meteen.